De heer Roemer is een hele sympathieke man, daar hoorde ik mij niets aan afdoen. Maar als u kijkt naar het programma van de SP, dan wordt Nederland onveiliger, dan wordt Nederland Europeeser, dan wordt Nederland duurder en dan krijgen we nog meer asiel en immigratie. En het tweede punt, door te zeggen dat wij voor een federaal Europa zijn, ja, dan ben je toch echt niet van deze wereld als je ons dat wil verwijten. Kijk naar de steden. Wat zijn de steden? Steden zijn 60% van de bevolking. Meneer Verhofstadt, u maakt er een potpourri van. U maakt er echt een potpourri van. Maar kijk naar Amsterdam. 175 nationaliteiten wonen in deze machtige en prachtige stad. Vliegend hard. Wat is het probleem? Dus het functioneert op dit moment al redelijk binnen de bestaande kaders. En ik heb helemaal niet erover dat we niet in de toekomst ooit over 20, 30, 40 jaar een multinationale Europese Unie zullen hebben. Maar de vraag is, krijgen we die door nu de grote stap voorwaarts te maken? Door nu niet de bevolking mee te nemen? Dan zal dat niet werken. We zullen nu moeten temporiseren om aan draagvlak te kunnen werken. Alleen dan heeft uw project met uw idealen op de lange termijn kans van slagen. U gooit uw eigen ruiten in.